wij de leukste kringloop in Nederland. Maar ja, dat heb ik natuurlijk ook pas net ontdekt. Maar ik hoop dat er nog meer van dit soort winkels zijn. Waarbij inderdaad van die hoekjes gecreëerd wordt. Superleuk, van die stijlkamers waar ik heel blij van word. Ik heb nou, een tas gevuld van de concurrent. Met een tasje had ik dus mee. En ik heb echt allemaal leuke dingetjes mee. Dus die ga ik jullie laten zien. Ik draag trouwens een topje van Zara, is al wat ouder. BH van Elomi. En het gilet is van H&M en die is nu nog te koop. Staat nu bij Els in de winkel en ik wil daar iets heel leuks mee gaan doen, die hoek. Dus nu op zoek naar een hele grote spiegel. Dit is ook altijd leuk. Ook grappig dit. In een tasje, kijk dan hoe leuk. Heel mooi donkerbruin, heel leuk handig tasje. Past precies de telefoon in en daar nog ruimte en de portemonnee en noem maar op. Dus echt ideaal. Ik ga even de bonden bijpakken wat ik hiervoor betaald heb. Ik denk of 1,95 of 2,95, ik weet het niet, er staan verschillende dingen op. Ik denk 2,95 of zo. En ik heb nog een tasje. Dit is toch helemaal geweldig bruin met zwart. Ik vind het leuk. Hier staat niks op. Vind ik best wel mooi. En een lang schouderbandje. Even kijken. Ik had er niks van geld of zo in zitten. Er heeft het helemaal niks in. Maar gewoon mooi. Je ziet wel hier een beetje dat het wat stuk is, maar dat vind ik niet zo heel storend. Zie je toch niet. Maar is het niet geweldig. Oh, ja, ik vind het altijd mooi als het zwart met bruin en goud. Dat zie je niet zo vaak, die combinatie. Dus ja, heerlijk. Ik heb sowieso de laatste tijd weer ook over van lekker zwarte kleding. Vorige week ook al nu weer. Maar deze vond ik zo cute. Kijk dan. Heel klein tasje. Het is eigenlijk alleen maar sier. En het is wel echt... Echt een vintage, dus niet nieuw. Dat zie je ook hier aan. In Italië gemaakt, maar echt helemaal leuk. Een lang hengsel inderdaad. Ja, maar dit is gewoon sier. Dat hang je gewoon om. Leuk. Of je kan het als een riempje doen. Dat kan ook nog. Dus we moeten even kijken hoe ik dit ga stylen. Ik blijf nog even in de tasjes. Ik vond deze namelijk heel erg grappig. Het is echt zo'n, ja, zo'n retro printje tasje. Lijkt wel misschien wel zelf gemaakt.
geel van binnen. Heel grappig. Meer voor de zomer vind ik dit heel erg leuk. Dit soort stijltjes. En ja, echt wel ja, heel leuk. Wat zit erbij? Oh, Kakrina K. Kijk wat toch ergens echt... Oh, handmade in Amsterdam. Nou, dat vind ik wel heel grappig. En dit tasje was volgens mij voor 1,95. Verschillende tasjes. Echt heel leuk. Ik kom niet altijd hele gave tasjes tegen. En deze keer dus wel. Dus ik had er gewoon 4. Dat ik zag van, oh, dat is mooie kwaliteit, mooie shape. Maar vooral de kleur. Dat ik dacht, dit is een kleur, die zie je nu niet zo heel veel. En toen zag ik het label, namelijk Edgar Vos. Ik denk, nee, dat is echt een designer uit de jaren 60, 70, denk ik. Misschien begin 80. Maar wat een mooie pasvorm. Zit als gegoten, is met 46. Maar kijk even hoe mooi. Mooi die schouders. Stiknaden, echt helemaal te gek gemaakt. En je ziet het ook gewoon eraan. Het komt blauwer over dan het echt is. Het is echt een lavendelkleur. Echt heel mooi. Ja, lila. Paas doet inderdaad wat ik zeg, blauwer op beeld. Maar wat een mooi jasje is dit zeg. Ja, echt helemaal te gek. Maar rijk. Ja, gewoon een beetje afgewerkt. Super netjes. En je ziet het gewoon, het is wel 100% polyester, dat dan wel. Maar het voelt wel heel, ja, het voelt gewoon heel mooi, natuurlijk bijna. Mooie knopjes hier. Ja, echt te gek. En dit dan voor 5,95. Ik weet nog dat ik jaren geleden in Arnhem ook een Edgar Vos heb gekocht, een blazer. En volgens mij bedoel je iets van 30 of 25 euro zo betaald. Ik ben nog nooit in zo'n leuke winkel geweest. Moet je echt zeggen, het is echt leuk ingericht. Maar nu boven hebben ze ook wel allemaal leuke aparte hoekjes gemaakt. Echt heel leuk. Ik word heel blij van. Hallo. Deze hadden wij vroeger dus. Weer zo'n kamertje. Kijk hoe leuk dit allemaal. Alles op thema. Wil je nog wat in huis hebben? Dit heb ik dus nog van mijn ouders. Die en dit. Super leuk stukje, kijk even hoe het allemaal ingericht is. Leuk allemaal dit. Ik kan echt zeggen dat dit gewoon de leukste winkel is. Oh, dat hebben zulke leuke dingen. En dit is een beetje een vintage gedeelte volgens mij. Echt helemaal fantastisch gewoon. En dit is toch helemaal qua kleurencombinatie vind ik dit echt subliem. Kijk die kleuren. Die blauwe tinten, die bruine tinten en dan hoe dat mooi bij elkaar past. Ja, dit zou ook echt een hele goede kunnen zijn qua inspiratie voor ja, een kleurencombinatie die je kan dragen. Dat is echt perfect. Ik kan het niet zo goed laten zien met die glans. Maar kijk even hoe tof. 1,95 is een schaaltje. Maar ik ben puur gevallen voor de kleuren. En echt helemaal te gek hoe dit ja, is gemaakt. En ja, het is gewoon bijna een soort schilderijtje. Ja, echt heel tof. Ik weet niet welke voor ik wil gebruiken, maar... Ik vind altijd wel iets. Ik vind altijd wel een reden om dit. Maar gewoon te gekke kleur. En ja. Love it gewoon.
kan dus echt zeggen, jongens, ik ga hierheen. Het is zo leuk. Het is gewoon een museum. Ik heb nog nooit zo'n leuke kringloop gezien. Echt, ik blijf erbij, ik blijf erbij. Als ik nu een prijs moet uitrekenen, dan krijgen ze voor mij echt de prijs. Ik moest een broek ruilen in Rijswijk. En toen dacht ik, oh, ik ga toch even bij de Rotteplan kijken. Want die zit daar natuurlijk. Ik ben voor de eerste keer geweest. Ik ga toch even kijken. Een herenblazer met een heel leuk ruitje. Kijk de kleurencombinatie. En met goudkleurige knopjes. Dus dat vind ik altijd te gek. Mijn altijd favorite. Dus altijd double breasted. Ik heb betaald €6,50. Het is een oud CNA'tje. Maar wat een fantastisch jasje. Lekker groot. Oversized. Vind ik fantastisch. En ja, gewoon hele mooie kleuren. Dus deze heb ik gescoord. En ik ben daar heel erg blij mee. En toen zag ik een ander jasje. En dan, ja, die heb ik eigenlijk meegenomen. Omdat ik daar gewoon verrast door was wat daarmee gedaan is. Het is echt een custom-made jasje geworden. €4,95 betaald. En je ziet dat er van alles, ja, aan gebeurd is. Qua afwerking niet echt de hoofdprijs. Maar goed, dat hoeft niet iedereen te zien. Dus je moet wel zorgen dat het dicht is. Maar echt heel tof. Het is echt een, je ziet het. Het was een vintage jasje en is een beetje een nieuwe stijl is daar aangegeven. En zoals je ziet is de revers eigenlijk, de kraag is dus kort gemaakt, buiten gelegd. En dit hebben ze ook anders gemaakt. Dus hebben ze, ja, ik denk dat het een ontwerp of zo, of misschien een schoolopdracht geweest is. Maar ik vond het juist heel erg leuk wat daarmee gedaan is. Alleen dit ga ik even afhalen, dat zwart vind ik niet mooi erbij. Ik denk van, dat maakt het juist minder chic. Dus ik denk als ik dit gewoon even weg ga met een toolmesje, ik zag wel dat dit waarschijnlijk de afwerking is geweest. Maar daar ga ik nog even naar kijken wat ik daarmee kan doen. Maar gewoon, ik was helemaal gefascineerd door dit jasje. Maar je ziet het hier ook. Kijk, nu zie ik het label pas. Custom clothing. Dus iemand heeft het inderdaad helemaal vermaakt. Echt heel erg grappig hoe dit is aangepakt. Maar het is eigenlijk een heel groot oversized jasje. Ook lekker lang, voor mij is het helemaal te gek. Dus het is meer een soort, ja, een statement ding. Dus ik ga ook kijken hoe ik dit ga stylen en wat ik ermee kan doen. Ik was gewoon meer gefascineerd van hoe kan je inderdaad een jasje een andere manier gaan ontwerpen. Dus het is eigenlijk een soort van upcyclen, opspuizen van een bestaand kledingstuk, waar ik sowieso heel erg van hou. Van bestaande dingen iets nieuws maken, dat is echt te gek. Ik moet wel lachen, want André had ook iets gekocht, namelijk het volgende. We hebben zo'n, of hij heeft een abonnement op zo'n jukeboxbeursblaadje. Dus elke half jaar is er een jukeboxbeurs, nu ook in oktober. En hij leest het altijd en kijkt altijd. En toen zei hij, oh, er staan echt fantastische radio's in. En dan zegt hij, oh, ik zou dat wel willen. Hij gaan googlen. Gewoon gaan zoeken naar zo'n akkoordradio, heet dat. En hij vindt er gewoon eentje. Bij een kringloop, ook nog Rattenplan. En gekeken en die stond gewoon te koop. En hij zei, oké, ik wil die gewoon bestellen. Hij bestelt en hij is aangekomen. En is het niet te cute dat je denkt, hoe kan je dit van verzinnen? Je ziet het, hij is echt altijd zo. Hij ziet het, hij weet het en hij koopt het. En kijk nou, hoe schattig. Dat is toch helemaal leuk voor een huis. Ja, dus het is echt precies diezelfde. Als van het plaatje is dit niet helemaal fantastisch. Volgens mij heeft hij betaald €69,95. Ja, en dit is wel helemaal leuk. Ik ga deze kant nog even aanpakken. Maar dan nu leuke schouder die ik in de hal heb, komt deze op en een spiegel ervoor. Dus helemaal te gek. Ja, dus het is ook een hele nieuwe aankoop. De panter is uit huis. Maar een ander dierenprint is ervoor in de plaats gekomen. Dit is echt heel leuk om dit nog inderdaad als aanvulling in het huis. Nou, een heerlijke kringloop shop vlog. Ik hoop dat jullie het ook wel heel erg leuk vonden. En ik zou zeggen, dank jullie wel voor het kijken. Bye!